Laten we vooral zingen en niet huilen. Feestelijk het nieuwe jaar tegemoet treden en het oude achter je laten. Dat doen ze hier in Lelystad, althans, dat proberen ze. Porque cantando se alegran cielitos lindos los corazones. Op initiatief van Mila Romein van de stichting Met Inzet Lukt Alles zingt Carlos bij de mensen die een extra steuntje nodig hebben de sterren van de hemel. De eerste die we een bezoek brengen is Betty van Wilgenburg, vrijwilliger bij Mila, die haar huis elk jaar rond de jaarwisseling omtovert tot een feestparadijs. Maar achter die uiterlijke vreugde zit pijn. Haar beste vriendin van meer dan 50 jaar, die is overleden vorige week. Hallo! Vlak daarvoor kwam Romein aanzetten met een heerlijke maaltijd. Oh, wat lekker! Gezellig, wat leuk! Wat een verrassing! Ja. Wat leuk! Lekker eten, muziek en gezelligheid. Romein brengt het langs bij mensen die een hart onder de riem nodig hebben in een achterstandswijk in Lelystad. En ook omdat de Winter Wonderbrunch dit jaar weer niet doorgaat. De Winter Wonderbrunch organiseer ik jaarlijks op 28 december, waarbij ik 100 ouderen van alle culturen bij elkaar breng. Grotendeels zijn ouderen die alleen zijn, maar met een hele grote feestgelegenheid, erbij een driegangen menu en dansen en artiesten die optreden. Alleen helaas dit jaar, net als vorig jaar, kan het niet doorgaan. Dus ik heb bedacht, nou dan ga ik naar de mensen toe. Zo gezegd, zo gedaan. Eerst gaat Romein het eten halen bij een van de restaurants in haar netwerk. Het Griekse restaurant Allegria. Heerlijke grill platters, Griekse salades, lamskoteletten. Het is heel gevarieerd. Ik heb bijna alles al geproefd, dus ik weet al zo'n beetje wat lekker is. Nou, hier gaan we. Ze brengt de maaltijden persoonlijk langs. Goedemiddag. Een bevriende taxichauffeur, oorspronkelijk van Aruba, staat al te wachten. Rodney, de beste cab driver in Lelystad. Als Mila wat vraagt, dan krijgt Mila het voor elkaar. Een win-win situatie. We gaan weer terug naar Betty van Wilgenburg, die vrijwilliger is bij Mila en van wie dus pas een vriendin overleden is die ze al 50 jaar kende. Dat hakt best wel in, maar ja, verder moet je toch verder, dus het is niet anders. Maar ja, goed, je probeert het toch voor jezelf een beetje gezellig te maken en voor de andere mensen die komen. Van Wilgenburg laat haar verdriet niet zien. Ze heeft er vooral lol in om anderen te plezieren. Ik woon hier alleen en ik doe dit allemaal in Muppie. Dus, en dan niet, nodigt u de buurt uit? Dan nodigt de buurt een beetje uit voor de gezelligheid. Vooral mensen die alleen zijn en die het ook zwaar gehad hebben. En dan wil ik wat leuks doen voor de mensen. Samen eten en praten doet wonderen, weet Romein. Maar die eet niet mee en is alweer op weg met een heerlijke maaltijd en Carlos naar een volgende. We gaan ook naar een hele goede vriend van mij die mij 7 jaar lang heeft geondersteund met de winterwonderbrunch, Wim Botter. Die ga ik ook verrassen met de maaltijd en een aardige presentje erbij. Lieve Wim, al die jaren winterwonderbrunch en nu breng ik winterwonderbrunch van jou toe. Tot mee. Ja, geweldig. Mooi dat het zo kan op deze manier natuurlijk. Het subliem hoe ze dit heeft opgelost, Mila. Om nu langs mensen te gaan en de maaltijden te brengen. Hoe was het afgelopen jaar voor je? Nou, het was een zwaar jaar natuurlijk. Overal corona gehad en ja, we zijn er toch wel overeengekomen natuurlijk. Laten we voor 2022 hopen. Een normaal en gezond jaar. We gaan naar iemand die ontzettend ziek is, een rugoperatie heeft gehad. Zij en haar man zitten in de lappenmand en die gaan wij ook verrassen met een maaltijd. Lieve, een bloemetje voor jou. Dankjewel. Lekkere eten hier voor jou en je mannetje. Dankjewel. Ja? Ik heb hier een klein presentje. Dat zijn edelstenen. Ingestraald met mijn liefde voor jullie, ja? Okay. Dus het is een knuffelsteen. Ja, geweldig. Gebeurt niet zo vaak, hè? Je had het niet verwacht. Nee, natuurlijk niet. Ik heb een gebroken rug. En ze hebben dus allemaal plaatjes en schroefjes erin gezet. Dus ik ben aan het revalideren, maar ik kan natuurlijk bijna niks nog.
En neem ik aan dat u zo'n Griekse maaltijd wel... Ja, lekker. Met liefde gedaan, schat. Echt geweldig. Ja? En een voorspoedig herstel. Hoe blik jij nou terug op 2021? Oeh, dat is een moeilijke jaar. Heel moeilijk. Ik moet er zijn voor de mensen. Waarom moet je doorgaan? Moet je niet aan jezelf denken ook? Dat doe ik ook. Ik doe het in balans. Maar ik weet dat ik de kracht heb om dat te kunnen doen. En dus waarom niet doen? Hoe kijk je naar het nieuwe jaar, 2022? Ik zeg aan alles komt een eind, dus ook aan COVID. Dus ik ga het jaar positief in. Wat ik de mensen mee wil geven is vooral help elkaar. Wees lief voor elkaar, heb compassie voor elkaar. En geloof, hoop en liefde. Een tijd van gaan, alleen de tijd van gaan is nu voor mij gekomen. Ik moet verder de bezorgingen leveren. Geniet jullie. Oh. Oh.